Speel Peking Mysteries van Jumbo. Ontrafel misdrijven gepleegd in het oude Peking en identificeer als eerste de dader. Neem alle onderdelen uit de doos. Er zijn 75 misdaadraadsels om op te lossen. Voor ieder misdrijf zijn er 12 verdachten. Tijdens je speurtocht kom je burgers tegen in de gebouwen. 6 getuigen. Een oude wijze man. En een spion. De Chinese draken zijn de schuilplaats van de misdadigers. Met het spiegeltje en de rode decoder kun je de misdaadkaarten ontcijferen. De maskerkaart gebruik je aan het einde van het spel om te controleren of jij de juiste dader hebt beschuldigd. Kies een detective. Ook krijgt elke speler een notitievel. Schud de gelukskoekjeskaarten goed en leg ze omgekeerd op een stapel. En leg vervolgens de 3 decodeergadgets duidelijk zichtbaar neer. Leg elke Chinese draak op 1 van de 3 vakjes recht voor de markt, de haven, de tempel en het jadepaleis. Kies nu een misdrijf. Je ziet welke getuigenkaartjes bij dit misdaadraadsel horen. Plaats deze op de aangegeven gebouwen. Nadat je hebt gegooid, mag je zelf bepalen in welke richting je de pion verschuift. Zolang je maar het aantal ogen van de dobbelsteen verplaatst. Bij een kruising mag je elke kant op, behalve terug. Op een gebouw, de markt of haven mag je altijd stoppen, ongeacht het aantal ogen van je worp. Je mag daar natuurlijk ook doorlopen. Chinese draken mag je echter niet passeren. Als je eindigt op een riksja, mag je meteen door naar een vakje naar keuze. En als je op een ruitvakje eindigt, dan moet je een gelukskoekje pakken. Je moet het gelukskoekjeskaartje hardop voorlezen en doen wat erop staat. Vervolgens leg je het kaartje met de tekst naar boven naast het stapeltje. Als erop staat dat je het draak moet verplaatsen, dan mag deze overal staan, zolang het geen andere speler blokkeert of op een gebouw, de markt of de haven komt te staan. In de gebouwen, op de markt of bij de haven kun je de getuigen ondervragen. Als je op zo'n vakje stopt, mag je het kaartje lezen en dus niet voorlezen. Als je een getuigenkaartje wilt lezen, leg je de rode decoder op de tekstzijde van het kaartje. De getuige legt verklaringen af zoals de dader droeg een hoed of ik heb de dader niet gezien. Maak na elke kaart goed aantekeningen op je notitievel. De oude wijze man vertelt je of de getuigen de waarheid spreken of dat er gelogen is. Gebruik het spiegeltje om de tekst op het kaartje te lezen. Je kunt nu beginnen met doorstrepen. Als je ontdekt dat de verdachte een bril droeg, dan streep je de verdachte zonder bril door. Zodra je nog maar 1 nummer over hebt, weet je wie de dader is. De spion vertelt je dan in welke draak de dader zich verborgen heeft. Om de kaart van de spion te lezen, moet je het kaartje een tijdje tussen je handen leggen en eventueel even wrijven. Door de warmte van je handen wordt het kaartje leesbaar. Als je weet wie de dader is en in welke draak hij zit, dan moet je naar die draak toe. Dat hoeft niet met een exacte worp. Je mag hier gewoon stoppen. Je zegt hardop wie je beschuldigt. Ik beschuldig nummer 11. Hoe lang? Om te controleren of dat klopt, pak je de maskerkaart en leg hem op het vierkant met de getallen van het misdrijf in het dossier. Je ziet nu in 1 oogje een getal verschijnen. Dit is het nummer van de dader. Heb je de juiste dader gevonden, dan win je. Zeg hardop dat je die arresteert en daarvoor. Heb je het fout, dan ben je helaas uit het spel. De overige spelers gaan gewoon door en proberen zo snel mogelijk de juiste dader te vinden. Ontrafel de oude Chinese geheimen en speel Peking Mysteries van Jumbo.